Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, criminelen, of misschien moet ik zeggen crimineeltjes, gebruiken op steeds jongere leeftijd grof geweld. De politie zegt steeds meer jonge, zeer gewelddadige criminelen te zien. Jonge daders die niet terugdeinzen voor het gebruik van fors geweld. Als één voorbeeld slechts zal ik er eentje aanhalen. De situatie in Rotterdam, waar twee jongens van 13 jaar met nauwelijks van echt te onderscheiden pistolen in supermarkt wilden overvallen. Criminelen zijn niet alleen steeds jonger, maar plegen gewelddadige misdrijven steeds vaker in groepsverband. Uit een onderzoek komt naar voren dat in de periode 2002-2010 gemiddeld bijna 63% van de gewelddadige vermogensdelicten in groepsverband worden gepleegd. Veel meer dan de helft dus. De PVV vindt deze ontwikkelingen ernstig en zorgelijk en heeft daarom de volgende vragen aan de minister. Ten eerste, wat gaat de minister doen om deze geconstateerde trend te keren? Voor zover de minister zal verwijzen naar de zogenoemde top 600 aanpak in Amsterdam. Dan graag in reactie op de stelling van politiechef Julsing dat een aantal van deze criminelen die aanpak al is ontstegen. Tweede vraag, de minister heeft eerder gezegd dat openlijke geweldpleging prioriteit heeft bij politie en justitie. En gaat de minister het voor hen ook makkelijker maken om alle daders veroordeeld te krijgen door de bewijslast te verlichten, door ook in het strafrecht groepsaansprakelijkheid te creëren? Ofwel, zoals de PVV al tijdens de begroting vorig jaar heeft gezegd, je was erbij, dus je bent erbij. En als laatste vraag, voorzitter, neemt de gewelddadige criminaliteit of de criminaliteit onder 12 minners, die nu de strafrechtelijke dans ontspringen, ook toe? En zo ja, is de minister dan bereid om bij hen het mogelijk te maken, het gebruik van de strafverklaring zonder strafoplegging? Ik kijk, ja. Het woord is aan de minister van Veiligheid en Justitie. Ja, dank mevrouw de voorzitter. Dank aan de vragen van mevrouw Helder. Laat ik dit zeggen van de cijfers die ik heb bewijzen nog niet hetgeen door deze en gene wordt gezegd uit de politie. Maar het neemt niet weg dat wij dat buitengewoon zorgelijk achten. WODC-cijfers van 2010 wijzen op andere zaken. Wij doen nader onderzoek, ik kom daar nader op terug. Top 600 is voor ons natuurlijk ook een topvoorbeeld. En we zien dat bij de aanpak van de 89 jeugdbendes, die we op 28 maart in beeld hebben in AO. Het tweede punt wat mevrouw Helder aansnijdt is de groepsaanpak en de bewijslast. Ik heb daarop een brief geschreven aan die ondertekend is door de staatssecretaris. Die heeft hem dus geschreven over 141 strafrecht. Daar heb ik mijn lijn in aangegeven. Het is dus mogelijk, bewijsrechtelijk. Ik wil daarop doorkoersen. En de lijn van de onder 12 minners. Ook daar is geen onderzoek waarin dat wordt bewezen, wordt aangetoond. Ook dat zal ik verder natuurlijk bekijken. Maar het is wel zo dat we natuurlijk langs de lijnen van het gesloten jeugdinstanties we dat aanpakken. U weet dat. Registratie, politie, jeugdzorg naar de instanties. Dus dat werken we verder uit. Ik zeg toe, mevrouw de voorzitter, tot slot, omdat we op 28 maart over de jeugdcriminaliteit een AO hebben, dat ik die cijfers precies in beeld zal zeggen voor dat AO, voor de hele Kamer, zodat we daar een hele zinvolle en nuttige en ook juiste discussie zullen hebben. Uw vervolgvragen. Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst dank aan de minister voor de toezegging om met die cijfers te komen voor het AO jeugdcriminaliteit op 28 maart. Ik heb dus de minister al zeggen, dat ga ik nader onderzoeken, daar kom ik op terug. Daar valt dit onder die toezegging die ik net heb genoemd. Ik heb de minister ook horen zeggen, aanpak jeugdbendes en dergelijke, daar zijn we mee bezig. Maar voorzitter, daar past dit nou juist prima bij, wat ik heb voorgesteld, wat de PVV heeft voorgesteld. Namelijk, maak die bewijslast nu veel makkelijker. Nu moet het OM bewijzen dat diegene van die groep de fatale klap heeft uitgedeeld, de steen heeft geworpen waardoor de ruit is gesneuveld. Maar maak dat nou makkelijker. Diegene zat in die groep heeft dat veroorzaakt. Aanpakken die handel en dus die jeugdbende. Zo gaat het een stuk makkelijker. En dus nogmaals, waarom wil de minister dat niet doen?
En bij de 12 minners, ja, ik heb ook begrepen dat de minister dat ook gaat bekijken. Ik weet niet of dat onder de toezegging voor het AO valt die net heeft gedaan. Nee. Zo nee, komt hij daar dan nog in een termijn van 3 maanden in een brief naar de Kamer op terug. De minister. Ten aanzien van het eerste wil ik nogmaals verwijzen naar de brief die de staatssecretaris heeft gestuurd over 141 strafrecht. Ik denk dat we daar, ik wil wel toezeggen dat ik in de kader van de rapportage over de 29 jeugdbendes zal aangeven hoe we daar mee omgaan en wat de mogelijkheden daartoe zijn. Zodat we daar ook in dat AO daar meer specifiek over kunnen spreken aan de hand van concrete resultaten. En ten aanzien van de tweede vraag zal ik graag dat ook, maar dat vraag ik dan omdat aan de staatssecretaris, omdat dat zijn portefeuille is, op dat punt ook een nadere specificatie in een brief naar de Kamer zal dat gebeuren. Binnen 3 maanden. Tot slot, gaat u gang. Ja, nou goed, de minister blijft toch een beetje weigerachtig in mijn optiek daar waar het die groepsaansprakelijkheid betreft. Dus ja, de PVV overwoog een initiatiefwetsvoorstel daartoe, maar dat gaat nu dus ook gewoon doen. Dus misschien dat de minister tot een herinzicht komt en dan kunnen we het kijken hoe we dat gaan combineren. Maar de PVV gaat dus een initiatiefwetsvoorstel ter zake maken. En de brief van de staatssecretaris dan, of dat dan binnen 3 maanden naar de Kamer kan komen. De minister. Het initiatiefwetsontwerp zie ik graag tegemoet, want dat houdt ons beide scherp. En het tweede punt, die termijn is geaccordeerd wat mij betreft. Dat zeg ik graag toe namens de staatssecretaris. Dank u wel, meneer.